En onder de Rotary slogan Service Above Self heeft de Service Club Rotary Club Paramaribo Central gisteren de vernieuwde toilettengroepen van het Slans Hospitaal opgeleverd. Volgens de organisatie is optimale hygiëne van groot belang voor de veiligheid en de gezondheid van zowel de patiënten als de werknemers van het hospitaal. Vandaar dat de Rotary Club twee van de vier toilettengroepen die niet functioneerden heeft gerenoveerd. Sunita Nananpandey, medisch directeur van het Slans Hospitaal, zegt dat het ziekenhuis heeft geprobeerd de toilettengroepen op eigen kosten te renoveren. Dat hebben we dan ook gedaan. Echt mondjes maar de keer een beetje erin gestopt. En twee sporen beleid benaderd van corona. En toevallig vroeg mevrouw Soma om op bezoek te komen, omdat ze een ander project in mind had. En aan het eind van het gesprek vroeg ze van, maar zijn er andere dingen die jullie op het plan hebben en die dringend nodig zijn? Toen heb ik maar meteen gezegd, ik kan net van overal hoor je scholen, toiletgroepen worden aangepast en dat soort dingen. Ja, we zijn hier in het ziekenhuis, dus ik heb wel andere mooie projecten liggen, maar dit was echt heel urgent. En mevrouw Soma heeft daar direct op ingespeeld met wat Wendy net vertelde. Ja, maar dat zit in dit. Oké. Ja. Nou ja, we zijn dus heel dankbaar voor dat stukje. Dat ze daar heel veel oppakken en natuurlijk de hele Rotary die dan daarmee aan de gang is gegaan. Nananpandey zei verder dat met de renovatie van de twee toilettengroepen er een klein deel is gedaan van wat het ziekenhuis nog moet realiseren. Ze geeft aan wat het hospitaal nog graag wil verwezenlijken. We zijn nu bezig met, we willen ook graag de dienstverlening op bepaalde specialismes uitbreiden. En we hebben een vrij jonge internist en die vraagt, continu, wanneer mag ik scoperen, wanneer kan ik scoperen? Dus we zijn nu bezig met een ruimte om in kaart te brengen en om te willen ombouwen en inrichten in endoscopieruimte, zodat onze patiënten die nu elders gescopieerd worden, dat ze dus in huis gescopieerd kunnen. We hebben een anesthesieapparaat nodig voor de OK. Kijk, meer dan dat we dan doen. We hebben die, ik ga het vertellen over die klassenkamers. Klasse 1 en klasse 2. Klasse 1 is heel erg toe aan renovatie. En waarom leggen we de nadruk op? Omdat er een grote vraag is naar de klassenkamers. En op dit moment kunnen we maar één kamer ter beschikking stellen. Er zijn vier. Sunita Nananpandey, medisch directeur van het Slans Hospitaal. Ze sprak bij de oplevering van de gerenoveerde toilettengroepen.